Deze regering heeft, zoals beloofd, de Russische militaire opbouw op het eiland Cuba nauwkeurig geobserveerd. Er is onmiskenbaar bewijs dat een aantal sites voor aanvalsraketten op dat eiland worden aangelegd. De wapens en militaire uitrusting die naar Cuba worden gestuurd zijn ontworpen uitsluitend voor verdedigingsdoeleinden. Het doel van deze basis kan niets anders zijn dan te voorzien in een nucleaire aanvalscapaciteit tegen het westelijk halfrond. Er is geen reden voor de Sovjet-regering om zijn wapens te verplaatsen voor een represailleaanval tegen welk land dan ook. De Sovjet-Unie heeft dermate krachtige raketten om deze kernkoppen te dragen dat het niet nodig is om sites te zoeken buiten de grenzen van de Sovjet-Unie. De omvang van deze onderneming maakt duidelijk dat het al maanden geleden is gepland. De Sovjet-Unie van Cuba streeft enkel doel na om bij te dragen aan de verdedigingscapaciteit. Het trainen van Cubanen door Sovjet-specialisten van welk jaar van verenigingsland. Hervorming, en daarom glasnost, openheid, vrijheid van meningsuiting, solidarnost in Polen, burgervorm in Tsjechoslowakije, ontwapening. Ontwapening.
Zij een ruzie per se over onze hoofden uitvechten? Hebben hun leiders dan zelf geen kinderen waar ze van houden? Kinderen die ze een blij en vrij leven willen geven zonder wapenwetloop, zonder koude oorlog? To respond to all the friends in their rhetorical speeches.
voormalige timmerwerkplaats aan de Zimmerstraße schuilen twee jonge mannen, Peter en Helmut. Ze willen vluchten. Ze ontdekten een open raam dat toegang geeft tot een bewaakte strook grond tussen muur en hermetisch hekwerk. Om 2:10 'smiddags klimmen ze het eerste hekwerk door en rennen ze naar de muur. Ik pas in en gezien wordt, moet de grenswacht roepen: halt, grenspost, handen omhoog. Als de persoon niet stopt en de handen omhoog doet, moet er een waarschuwingsschot gegeven worden. Blijft de persoon dan nog niet staan, dan moet gericht geschoten worden. Is de persoon al zo dicht bij de grens dat een waarschuwingsschot de mogelijkheid tot een geslaagde vlucht vergroot, dan moet direct gericht geschoten worden. Peter en Helmut zijn vlakbij de muur als er schoten klinken. Helmut Koelwijk bedenkt zich geen moment, klimt op de muur en gaat er overheen. Peter Vechter aarzelt. Er wordt weer geschoten. De kogels treffen ditmaal Peter in zijn bovenlichaam. Hij valt bloedend neer. Peter roept om hulp, maar de Oost-Duitse grenswachters reageren niet. Als een vluchter aangeschoten is en bij de grenspaal ligt, moet de vluchter geborgen worden naar een veilige plaats. Daar moet medische eerste hulp gegeven worden en moet de vluchter worden doorzocht. Ligt de gewonde zo dat de grenswacht de vluchter alleen kan bereiken door zelf een hindernis te passeren, dan mag de gewonde niet gelijk geborgen worden. Dat mag alleen gedaan worden door een speciaal alarmteam. In geen geval mag een grenswacht een versperring passeren of afbreken om de gewonde medische hulp te geven. Aan de westzijde van de muur verzamelt zich een mensenmassa die met afschuw reageert op de situatie. Er wordt geroepen naar de Amerikaanse soldaten die bij het nabijgelegen checkpoint Charlie staan om Peter te gaan helpen. Maar de Amerikanen doen niets. Een luitenant zou hebben gereageerd met de woorden: not our problem. Met doorgeladen wapen moet de grenswacht ervoor zorgen dat elke hulp, ook medisch, vanuit het westen geweerd wordt. Enkele West-Duitse politieagenten wagen het erop om Peter pakjes verband toe te werpen, maar het haalt niets uit. Na bijna een uur arriveert het alarmteam van de Oost-Duitsers en lopen ze naar Peter toe. Peter is dan echter al doodgebloed. Terwijl ze het levenloze lichaam van de wetovertreder weghalen, scanderen de machteloze toeschouwers aan de westkant van de muur: moordenaars. Peter Vechter is 18 jaar geworden. Thank you.
Was Rusland nog echt zo slecht? Was het land en waren de mensen daar nou echt zo kwaad aan? Kijk, de leiders van Rusland die waren slecht. Maar was het ook zo dat het communisme slecht was? Was dat zo? Eigenlijk kunnen we zeggen dat onze Jezus van Nazareth de eerste communist was op deze wereld. Een Rus die houdt toch net zoveel van zijn land als dat wij dat doen. Een Rus houdt net zoveel van zijn kind als wij dat doen. Is het niet zo dat een Rus zijn geboortestad, zijn geboortedorp, dat hij daar net zoveel van houdt als wat wij doen? Ik weet het niet. Volgens mij is het de ideologie en de mensen die leiders. Demonstraties in meerdere steden tegen het regime. 9
oktober 70.000 mensen bij de Landtagsdemonstration. 11 oktober, SED-top geeft voor het eerst toe fouten te hebben gemaakt. 16 oktober, middag 120.000 mensen bij de Landtagsdemonstration. 18 oktober, DDR-leider Erik Honecker treedt af, Egon Krenz treedt af. 23 oktober, 300.000 mensen bij de Montagsdemonstratie. 27 oktober, DDR-regime geeft amnestie aan gevangenen die wilden vluchten naar het westen of deelnamen aan een demonstratie. 1 november, DDR-leider Egon Krenz vraagt voor geen steun aan Russische president Gorbachev. 2 november taakte Rick Trita in verschillende steden tegen SED-functionarissen af. Ook in het parlement leggen afgevaardigden een functie neer. 4 november, grootste demonstratie in de geschiedenis van Oost-Berlijn. Ruim 500.000 mensen. 7 november, DDR-regering onder leiding van minister-president Witschap treedt af. 8 november, Politbureau treedt af. Nieuwe, kleinere partijtop onder leiding van Egon Krenz. Protestbeweging Neusvorm wordt officieel politieke partij. 9 november 1989. SED-lid Günter Schabowski kondigt om 18.57 uur in een live uitgezonden persconferentie aan dat DDR-burgers vrij mogen reizen. Per vergissing zegt hij dat het per direct geldt. Enkele uren later verzamelen duizenden Oost-Berlijners zich bij de verschillende grensovergangen. Kort voor middernacht gaan de eerste slagbomen open en valt de muur. Thank you.